Stel nu dat ze zeggen, ik ken die dure taal niet, maar je weet toch, dus... Hallo, bijzondere omstandigheden. En we kunnen dat ding niet doen. Dus, assemblée, schapen zijn daar. De ABOP is al lang blij dat het niet doorgaat, dus stemt zeker voor die zogenaamde uitzonderingswet. Ja, maar de oppositie gaat dat toch niet laten liggen? Is maar 20 stemmen. Nee, maar het vertegenwoordigt wel een paar honderdduizend mensen. Is maar 20 stemmen in die assemblée. Nee, wat ik probeer te zeggen. De assemblée mag die wet. Je krijgt een original puinhoop in het land. Je krijgt een original puinhoop als die politieke partijen maar blijven zwijgen. En ze moeten nu wat doen. Vind je dat... Want ze hebben tijd nodig om zich voor te bereiden voor 2025. Vind je dat de NDP dan nu een beetje te stil is? Ik vind de NDP veel te stil. Denk je dat dat te maken heeft met die rechtszaak? Het kan, het kan. Die rechtszaak heeft natuurlijk veel impact op de voorzitter. Maar denk je dat, als ik, dit heeft niks te maken met de persoon, maar stel dat ik zou kijken naar mijn grootvader, als ik hem nog had. En die man is bijna 80. Mm-hmm. Zou ik denken, opa, ga hengelen. Ja, klopt. En ga jagen. Ga jagen. Ga onder een waterval zitten. Maar je hebt opa's en opa's. En deze opa is een hele actieve opa. Ja. Yeah. Ik zie ook dat ik 80 word en zo blijf krijzen. Het zit in je karakter. Maar wanneer ik met mijn opa praat, dat vaak na 10 minuten weet ik ook niet meer waarom we het echt zo fijntjes hebben gehad. Deze opa is niet zo seniel, is niet seniel. Ik heb niet gezegd hij het is. Ik vraag gewoon, is het wel wijs dan om, kijk, om na zoveel jaren niet het vaandel over te dragen? Nee, kijk, je moet niet vergeten, er is ook één ding. Al zou hij die vaandel overdragen, hij moet zijn partij eerst reorganiseren en reconstrueren. Want als ze hebben geëvalueerd, 10 zetels teruggevallen, betekent dat er fundamenteel iets fout is in je partij. Maar sowieso denk ik dat het gros van de kern loopt al op zijn minst met de wandelstok. Het gros. Dus ik heb het over die oude thee. Oh, de beste die met de river zijn begonnen. Yes. Ja. Die moeten dus maar eigenlijk de NDP's, allang zijn die mensen in de minderheid. Allang. Door de natuur. Ze gaan dood. Ja, ze zijn oud. Ja. Ze zijn niet meer actief. Dus die paar river mensen zitten op zijn kleine kern. Ik vind dat Jennifer Simons... is mijn kandidaat, presidentskandidaat, de volgende. Is Jennifer, geloof me. Ja, dus ik denk dat zij, ongeacht in welke partij ze gaat... Ongeacht, Jennifer... Misschien moet zij naar de NPS gaan of naar ergens anders waar ze wel beter gewaardeerd wordt. Te kiezen voor dat maatschappelijk belang. Ja. Het heeft ze vooral bewezen in de kies van Sulauco. Toen ze er zo beledigd hebben, 5:00 AM. Oké, okay, help me daarmee. Wat is toen gebeurd? Ja, maakt niet uit. In podcast gaat alles. Niemand weet wat eigenlijk de route was van het gesprek. Zulauco moest verkocht worden tussen twee haakjes. Ah. En dat was een hele ding. En Jennifer vond dat het uitverkoop was van het land. En niet in het belang was van Suriname. Dat het op die manier ging. Zoals het onderhandelingsteam onder leiding. Laat me geen namen noemen, maar ik weet dat. Ik weet wel wie de leiding had. Die was erin en zo. Paarstaatsolie. Een andere overeenkomst hadden. En toen is er een aantal juristen bijeengeroepen. En de assembleefractie van de NDP, dat was ook alleen maar NDP, mm-hmm. 26 zetels, die zag dat ook in. En toen hebben ze dagen, weken gewerkt aan, is ze zelf ook gaan onderhandelen eigenlijk. Dat was er een overeenstemming. Okay. Dat sneed in het belang van het onderhandelingsteam Suriname. En toen, 5:00 AM, het zou worden aangenomen. Men was er mee eens, het zou worden aangenomen. Was Adin en Mzikaba plotseling daar. Om de boel te stoppen. En zij met Jenny gaan praten. Ze hebben Jenny uitgescholden, dat is ook bekend. Akin Botto zat gefrustreerd, want hij, zogenaamd voelde hij een soort plicht om mee te werken. Tegen dat concept waar hij zelf aan mee heeft gewerkt, samen met Jenny. En toen werd ze uitgescholden, ze boos weggelopen, heeft ze de boel gelaten voor Melvin boven. En die heeft als ondervoorzitter de opdracht van de regering uitgevoerd. Oh, zij was toen voorzitter van de assemblée, nu snap ik het. Ja. Snap je? Nu snap ik het. Ja, en dan als je daarnaar kijkt,
En ze is gebleven. Ik weet nog dat ik er appte. En ik zei, als je nu eruit stapt, ben jij de grootste politicus van Suriname. Toen zei ze, weet wie Jerry is? Jerry is iemand die echt in de ziel laat kijken. No. Maar ze zei, iets van komt tijd, komt er later of zoiets. Ja, maar het leuke is wanneer je met haar een conversatie voert, ze pakt me helemaal in, zo zet ze me in een hoekje. Zo. Het is goed. Maar ze is in staat, en dat is ook een bewijs, dat ze voor Suriname in staat is om er boven partijbelang te gaan staan. Maar misschien is het een idee voor haar om gewoon haar eigen partij te openen. Ja, als het een schone partij. Een schone. Gewoon schoon, nieuwe. Mm-hmm.